Anthony, gefeliciteerd met je overgang naar de Graafschap. Dankjewel. Heel erg blij mee. Waarom ben je er blij mee? Voor mijn gevoel zat ik een beetje vast bij FC Eindhoven. Dan was ik toe aan een nieuwe stap. Dus ik ben erg content dat dat hier is. Wat weet jij van de Graafschap? Wat ik vooral weet is dat er een hele hoop goede spitsen hebben gevoetbald. Op het moment en in het verleden. Dus ik hoop dat ik mij in dat lijstje mag toevoegen. In eerste instantie was het niet de insteek om te vertrekken bij Eindhoven. Maar een beetje in de loop had ik toch het gevoel dat ik een stap moest gaan maken. En dus wat ik al zei, heel blij dat dat hier is. Waarom denk je dat je die stap hier kunt maken? Zoals we zelf hebben gezien, de eerste wedstrijd van het seizoen hebben we flink op ons broek gehad toen ik nog bij FC Eindhoven voetbalde. Ik denk dat de selectie die er staat heel veel kwaliteit heeft. En ik denk dat ik daar goed mijn steentje in kan bijdragen. Wat ben jij voor een type speler? Ik ben een spits. Het liefst wil ik doelpunten maken. Daarnaast wil ik graag meevoetballen, ballen vasthouden, acties maken, bewegelijk. Dus dat soort spits ben ik. En erg snel. Op de eerste meters kan ik aardig snel zijn, ja. Je hebt met de mensen hier gesproken. Wat is de doelstelling voor aankomend seizoen? Wat hebben ze jou verteld? Ik denk dat het op zichzelf staat dat de club als de Graafschap natuurlijk naar de Eredivisie wil. En dat wil ik persoonlijk ook. Dus dat is mooi. Atta, motta, 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 motta.